In Ramwijk in Enschede is asbest vrijgekomen. Koningin Beatrix bezoekt getroffen wijk en troost slachtoffers die in grote onzekerheid verkeren. Goedenavond. 24 uur na de explosie in de vuurwerkopslagplaats in Enschede zijn 14 lichamen geborgen. De verwachting is nog altijd dat 20 mensen in de vuurzee zijn omgekomen. 562 mensen zijn gewond, van wie 11 zeer ernstig. Bij de explosie zijn bijna 400 woningen totaal verwoest. De woningbouwcorporatie schatte de schade vooralsnog op 100 miljoen gulden. Ze hebben 250 huizen beschikbaar gesteld voor de mensen die hun bezittingen verloren hebben. De overige daklozen worden in hotels ondergebracht. 150 aannemers hebben zich gemeld om de beschadigde huizen dicht te timmeren. Maar voorlopig mogen zij het rampgebied nog niet in, omdat er bij de explosie asbest is vrijgekomen. Asbestdeeltjes zijn in een groot deel van de stad neergeslagen. Nee, je mag hier niet door. Nee, je mag hier niet door. Dan moet je niemand doorlaten. Nee? Nee, en je kunt daar ook niet verder, want er staat ook weer een post, een binnenpost. Waar woont je dan? Een drinnerwet. Ja, pas een dag na de ramp blijkt plotseling dat er ook asbest is vrijgekomen. Mensen mogen wijken ten noorden van het rampgebied ineens niet meer in. Tot in de plaats Nijverdal is neerslag van asbest gemeten. Al vallen de concentraties op grotere afstand van de plek van de ramp nog mee, zo zegt burgemeester Mans. Op het ramplein zelf, dus daar waar de ontploffing heeft plaatsgevonden. Daarom mag de pers er ook niet komen, daarom kunnen de mensen daar ook niet naartoe. Daar is de asbestconcentratie van die aard dat mensen kapjes moeten dragen. Ja, maar ik wou net zeggen, de reddingswerkers, de hulpverleners, zullen daar beschermende kleding moeten dragen. Gebeurt. En asbest is vrijgekomen uit woningen? Waarschijnlijk wel, ja. Niet uit die opslagplaats? Voor zover ik geïnformeerd ben, uit de woningen. Een flinke tegenslag voor de bewoners. De meesten weten niet goed wat ze met de dreiging van asbest aan moeten. We staan buiten en we gaan weer snel naar binnen als dit interview voorbij is. Toch bang? Eigenlijk wel, ja. Ja, we moeten maar afwachten hoe het precies uit gaat pakken. Uw collega een kapje voor heeft. Ik zag net ook een agent, dat zei ik tegen hem. En hij zegt, dat is onzin, zo naar moet je niet maken. Maar ik vind het wel eng. U vindt het dus niet eng? Ja, eng. Wat is eng? Ik denk dat het nog wel meer valt. Ik denk dat het nog wel meer valt. Tuurlijk maak ik me ongerust, maar ja, ik word dat ook niet eerder als vanmiddag dus. Maar ik had het zelf wel verwacht dat het vrij zou komen. En ik ben gisteravond zelf binnen geweest. En ja, het ziet er niet uit. Maar toch hier naartoe gekomen? Ja, mijn dochter woont verderop bij mijn ex-vrouw. Dus, en die had ik ook al die recent niet meer gezien. En ik dacht hier voor de zekerheid die hem keek, moet naar mijn dochter gaan. De gemeente raadt mensen aan geen stof weg te vegen en kleding waar stof op zit te wassen. In Enschede is Margriet Brandsma. Margriet, hoe erg zijn de gezondheidsrisico's na de neerslag van asbestdeeltjes? Nou ja, het laatste nieuws daarover is inderdaad dat het lijkt mee te vallen. Met een nadruk op lijkt, want de autoriteiten hier zijn erg voorzichtig met mededelingen over dit onderwerp. En dat blijkt ook wel uit het feit dat bewoners van de wijk, de bewoners die echt helemaal geëvacueerd zijn, dat die pas terug mogen nou op zijn vroegst woensdag. Zelfs als ze nu al weten dat hun huis maar licht beschadigd is. Voor woensdag zullen ze waarschijnlijk niet mogen kijken hoe het ervoor staat. En dat omdat de autoriteiten geen enkel risico willen nemen. Nou, dat even wat betreft de asbest. Er is hier vandaag en ook afgelopen nacht al bijna elk uur een persconferentie. Is er net ook weer eentje begonnen. Daaruit blijkt dat het slachtofferaantal nog steeds op 14 staat. En inmiddels is ook bekendgemaakt dat er morgenochtend om 10 uur een topoverleg is met onder meer de burgemeester van Enschede, officier van justitie. En dat is allemaal om te kijken hoe nou dat onderzoek moet gaan lopen, wie dat nou precies moet gaan doen naar de oorzaak van de ramp. Nou, dat is morgenochtend. Eerder vandaag al was premier Kok hier op bezoek en ook koningin Beatrix. Dat was een indrukwekkend bezoek aan onder meer het rampgebied. Ik was er zelf bij en ik maakte de volgende impressie. Koningin Beatrix en premier Kok maakten vanmorgen een korte wandeling door het verwoeste stadsdeel. Wat ze zagen maakte diepe indruk. Als je daar loopt en je ruikt de stank van de branden die nog amper zijn geblust. En je beseft dat er mensen onder kunnen liggen nog. En je beseft door welke hel ze zijn gegaan gisteren. 5 minuten, 10 minuten, misschien wel een kwartier lang, ja, dan, dat is vreselijk. Had u gedacht dat het kon, zo'n explosie in een woonwijk? Ik had dit ook niet verwacht. Ik denk niemand.
Terwijl koningin en premier rondkijken, gaan de bluswerkzaamheden nog volop verder. Leden van reddingsidentificatieteams zoeken naar mogelijke slachtoffers, naar tekenen van leven vooral. Na ruim een half uur breekt koningin Beatrix de wandeling vrij abrupt af. Ze wil niet langer in de weg lopen, zegt ze. De koningin vertrekt naar Sporthal Diekman voor een emotionele ontmoeting met slachtoffers uit de wijk. Na afloop van dit bezoek geeft een zichtbaar aangeslagen premier Kok een persconferentie in het gemeentehuis. Ik moet u eerlijk zeggen dat mij de pijn door het hart gaat op het ogenblik dat een brandweerman zegt... Ja, ik heb net weer een collega van me gevonden. Of ik heb net onderin een kelder en waarschijnlijk een moeder met enkele kinderen gevonden. Natuurlijk verkoold en niet te identificeren. Op zo'n moment gaat de aandacht voor het aantal vervlakken. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het aantal is natuurlijk belangrijk. We moeten dat ook weten. Zullen dat ook weten in de loop van de tijd. Maar ieder mens is er één te veel. Het is vreselijk. Kok wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de explosie. We hebben eerdere ernstige rampen in Nederland meegemaakt. En de ervaring, ook daarbij opgedaan, heeft ons wel geleerd dat de onafhankelijkheid en diepgaandheid van een onderzoek nadien niet belangrijk genoeg kan worden gevonden. Maar hulp aan de slachtoffers heeft nu prioriteit, aldus de premier. En een goede 24 uur na de klap zitten honderden mensen nog steeds in noodonderkomens. Aanbiedingen voor tijdelijke huisvesting komen intussen wel binnen, van bijvoorbeeld bungalowparken en universiteiten. Maar vooralsnog zitten de gedupeerden dicht bij elkaar. Ze delen de belevenissen met lotgenoten en met een ieder ander die maar wil luisteren. Ik heb echt stukken ijzer langs mijn kopje vliegen. Dat is niet te geloven. Ik heb een stukje gelopen, ik denk een kilometer. Ik denk dat ik zeker 30 gewonden gezien heb. Mensen, mijn vrouw met een gat in de kop aan de achterkant. Een kind, daar stond de agent de arm dicht te houden, want die had slagadelijke bloeding. Ik heb mijn vrouw op het grasveld zien liggen. Daar konden de ambulance konden daar niet, die konden ze niet bereiken. Ik heb op een gegeven ogenblik, gezien? Mijn vrouw die viel van een fiets af. Niet door de klap, want die was al lang geweest, maar ik denk door de emotie. Dat die vrouw blijkt in verwachting te zijn. Ik heb er gewoon een auto aangehouden en gezegd, stoppen jongens. En dan is de sodemieter die mevrouw in het ziekenhuis. Dat was echt niet te geloven. Ja. Vuurwerk kwam zo naast je neer. Ik denk rennen, fietsen. In wijkcentra en sporthallen komen ze bijeen. De getroffenen van de ramp van gisteren. De explosie, de chaos, de ontreddering. Het heeft diepe indruk op ze gemaakt. Belevenissen die ze nu langzaam maar zeker van zich afpraten. We zaten achter het huis een lekker flesje bier te drinken. En op een gegeven moment was er een knal en allemaal vuurwerk. En een paar uur verder was 25 jaar getrouwd. We dachten van, die hebben een leuk feestje of niet. Dus wij kijken. Maar er was in één keer rook aan de andere kant van de straat. Dus ben ik er snel heen gegaan met de buurvrouw in de auto. Dat was allemaal vuurwerk. En we zijn weer teruggelopen. En ik ben met de buurman en de buurvrouw voor de deur gaan zitten. Nog een flesje bier drinken. En op een gegeven moment zag je in één keer een wolk. Ja, het is heel raar te zeggen, maar er kwam in één keer naar je toe. En er kwam er toevallig een jongen voorbij. Die heb ik aangepakt. Die heb ik onder de auto gegooid. En dan met z'n tweeën gelegen. En toen was het ook in één keer gebeurd. In 3 seconden of zo was alles weg. Op de Stadsbank kunnen de mensen die alles kwijt zijn terecht voor geld uit het noodfonds. En ook hier veel emotie. Ik kwam terug. Ik denk, waar staat dan? En ik mocht nergens bij. En toen, ik zei, maar ik moet toch naar mijn gezin toe. Toen ben ik, omdat ik de wijk een beetje kende in de buurt. Toen, ik geef een inlaatskeetles. Ik ben op inlaatskeets via de Bonnekamp Single gereden. Toen,
lijkt wel een oorlogsgebied op dit moment. Wij wonen zelf op de Nachtgalstraat, precies 50 meter van het rampgebied af. En ja, gelukkig ligt mijn ouders nog, maar onder bekenden zijn we heel veel kwijtgeraakt. Dat weten we niks. Stilaan slaat de ontreddering om in woede over zoveel vuurwerk midden in een woonwijk. Ongelooflijk, ja, hoe zo'n vuurwerkfabriek daar kan plaatsvinden, hoe het kan vragen, dat vragen we allemaal ons af. Het burgemeester zegt van dat al die vergunningen zijn, maar hoe kan zoiets in zo'n woongebied, dat vragen we ons af. Maar ze hebben er ook nog geen sprake over gehad of zo dat vuurwerk inzet of wat ook. Maar wij weten waar de papieren zat, maar we wisten niet van vuurwerk. Ze wisten het dus niet, maar kwamen er tenslotte toch achter. Ja, Margriet, er is nog veel onzeker, ook over het aantal slachtoffers bijvoorbeeld. 14 lichamen zijn er geborgen, maar de schatting is nog steeds dat er 20 mensen zijn omgekomen. Die allereerste schatting blijft dus overeind staan. Is dat niet merkwaardig? Ja, het is inderdaad opmerkelijk dat de schatting meteen na de ramp 24 uur later nog steeds de schatting is. En een schatting die ook inderdaad vrij goed klopt met de feiten. Nou, hoe is dat gegaan waarschijnlijk? De gemeente is afgegaan meteen al op basis van getuigenverklaringen. Heeft onder druk van de media, maar dat moet je niet onderschatten. Wij willen natuurlijk allemaal heel snel horen hoeveel slachtoffers er te betreuren zijn geweest. Heeft onder druk van de media ongetwijfeld vrij snel dat aantal van 20 gemeld. En ik denk dat de gemeente heel tevreden is dat het tot nog toe vrij goed blijkt te kloppen. Het wil overigens absoluut nog niet zeggen dat het uiteindelijke dodental zal zijn. Dat kan lager liggen, maar ook zeker hoger, want er zijn nog een heleboel vermisten. Wat overigens niet wil zeggen dat die vermisten ook omgekomen zijn. Is al wel gebleken de afgelopen uren dat iemand die een uur geleden nog vermist was, inmiddels is teruggekomen van een weekend af of zich gemeld heeft omdat hij wist dat hij vermist was. Kortom, over dat uiteindelijke dodental is eigenlijk op dit moment nog steeds niet echt veel te zeggen. Goed, Margriet, we komen straks nog even bij je terug. De vuurwerkopslagplaats in Enschede, die gisteren is geëxplodeerd, was ook een vuurwerkmontagefabriek. Er werden voor grote evenementen verschillende soorten vuurwerk aan elkaar gehangen om een groter en mooier effect te krijgen. Voor zo'n montage moet de verpakking, het veiligheidsjasje, verwijderd worden. En daarin schuilt het gevaar. Schuurmans vuurwerkfabriek in Leeuwarden heeft vergunning om 15 miljoen kilo vuurwerk op te slaan. 15 keer meer dan in Enschede mocht zijn. Maar dit is alleen een opslagplaats. Met aparte bunkers, met brandwerende muren, met waterpunten voor de brandweer. In Enschede werd vuurwerk gemonteerd. Dan wordt het uit het veiligheidsjasje, uit de verpakking gehaald en aan elkaar gehangen. Theoretiseerd moet je duidelijk stellen dat hier los vuurwerk heeft gelegen, dus Shells groot vuurwerk, die dus klaar waren voor montage en die dus dan onverpakt dus gezamenlijk een bom kunnen vormen, ja. Voor bezigen van vuurwerk, het bewerken tot evenementenvuurwerk, moet een speciale vergunning zijn. Want het is specialistisch werk en gevaarlijk werk. Er is, onbevestigd, een theorie dat in Enschede veel onverpakt vuurwerk klaar lag. Van hun veiligheidsjasjes ontdane shells, vuurwerkbommen. Om zo sneller te kunnen werken en verschillende soorten vuurwerk snel aan elkaar te kunnen hangen. En als er dan iets gebeurt, dan heb je een echte bom. Het gevaarlijkste moment is het samenstellen van een vuurwerk. Het bezigen en klaarmaken van. En dat aan elkaar koppelen. Het aan elkaar koppelen. En dat is ook aan regels gebonden. Maar het gevaar, als er iets gebeurt, ligt daar. Als er dus een andere calamiteit ergens met brand gebeurt op dat moment, is dit het meest risicovolle moment. Want de spullen zijn uit hun verpakking? Uit hun verpakking en zijn op dat moment massa-explosief. Kunnen met elkaar allemaal tegelijk? Ja, kunnen gelijk gaan, ja. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook werkelijk het geval is geweest. Bekend is dat de opslagplaats in Enschede veel grote vuurwerken verzorgde en dus veel met onverpakt vuurwerk moest werken. Maar er was gisteren nog iets. Meerdere opslagbunkers die ontploffen. Dat moet niet kunnen, zeggen kenners steeds. Daar is een fout gemaakt en daar hebben waarschijnlijk meerdere deuren opengestaan. Dat kan bijna niet anders, anders kan de ene de andere niet aansteken. Er zijn veel theorieën en onderzoek zal moeten uitwijzen wat er werkelijk gebeurd is en wie fouten hebben gemaakt. Ja, Margriet, dit was niet het eerste ongeluk in Nederland bij zo'n vuurwerkfabriek in Culemborg en Muiden is het eerder ook gebeurd. Heeft men dan naar aanleiding van die ongelukken nooit maatregelen genomen?
Nee, gek genoeg zijn de regels wat dat betreft nooit veranderd. Het is nog steeds mogelijk om een vergunning aan te vragen en te krijgen voor de opslag, verwerking, bewerking van vuurwerk. Ik moet er wel bij zeggen dat het niet meer zo makkelijk is om dat binnen de bebouwde kom te gaan doen. Als je zo'n aanvraag doet, dan word je meestal verwezen tegenwoordig naar een industrieterrein, naar buiten de stad dus. Maar het is inderdaad nog steeds mogelijk om zo'n vergunning aan te vragen en om dus datgene te doen wat hier in Enschede de afgelopen jaren ook gebeurd is. Ja, gisteren hebben we al gezien hoe groot de klap was van de explosie. Nu hebben we nieuwe amateurbeelden gekregen, gemaakt vanuit een woning, iets verder van de ramp verwijderd. En ook hier is goed te zien wat er gebeurde. De rampwijk was afgelopen nacht officieel volledig afgesloten. De paar journalisten die er toch binnen konden komen, registreerden de stille getuigen van het drama. De ruïnes in de nacht zijn een stille getuige van de dramatische scènes die zich hier gisteren hebben afgespeeld. De kracht van de explosie was zo groot dat bijvoorbeeld een bromfiets met bestuurder en al door de lucht vloog. Politie en brandweerpersoneel die zich het vege lijf moesten redden. Alleen al 10 politie- en 3 brandweerauto's brandden volledig uit. Al kort na de ramp werd de directe omgeving hermetisch afgesloten. Ook de pers werd op grote afstand gehouden. De ME en de Nationale Reserve werd daarbij ingezet. Zodra het licht wordt, voert de KLPD een inspectievlucht uit boven het getroffen gebied. De politie maakt foto's om de schade in kaart te brengen. Nog even terug naar Margriet Brandsma. Margriet, je bent zelf in het rampgebied geweest toen koningin Beatrix daar was. Hoe is de sfeer nu daar in dat gebied? Ja, in dat gebied is de sfeer heel onwezenlijk, omdat er natuurlijk helemaal niemand is, behalve hulpverleners, behalve mensen, brandweerlieden, mensen van reddingsidentificatieteams. Het is een heel luguber gebied. Ik had gisteren zelf de beelden gezien op televisie, maar toen ik daar vanmorgen rondliep, en ik denk dat dat ook de ervaring, het gevoel was bij premier Kok en bij koningin Beatrix. Als je daar al rondloopt, dan blijkt het toch veel en veel erger te zijn dan je eigenlijk gisteravond, dan althans ik vannacht gisteravond nog dacht. Nou, en ja, het gaat maar door. Er komt steeds meer beeld binnen van beelden die ervan getuigen wat er precies allemaal gebeurd is, wat de gevolgen zijn. En het allerlaatste beeld dat we daarvan hebben, dat wil ik nu even laten zien. Met monddoekjes voor vanwege mogelijk asbestgevaar zijn tientallen bergers begonnen met het weghalen van autowrakken. De wrakken worden weggehaald zodat de hulpdiensten zo weinig mogelijk hinder ondervinden bij hun werkzaamheden. Wij schatten dat we, als we zo door kunnen werken, tegen de 200 tot 300 auto's uit dit gebied weg moeten halen. Rijdbare. En dan praat ik nog niet over de hoeveelheid echt compleet onherkenbare auto's en niet identificeerde auto's die met grijpers naar een depot worden gebracht waar geprobeerd wordt morgen om via kenteken of via chassisnummers de eigenaren te achterhalen. We zetten de belangrijkste feiten nog even op een rijtje. Bij de explosie in Enschede is asbest vrijgekomen. In een groot deel van de stad zijn asbestdeeltjes neergeslagen. Koningin Beatrix en premier Kok hebben een bezoek gebracht aan de getroffen wijk. Premier Kok wil dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van de ramp. Maar nu gaat de hulpverlening voor. Er zijn nu 14 doden geborgen. De verwachting is nog steeds dat er 20 mensen zijn omgekomen. Er zijn 562 gewonden en bijna 400 woningen zijn volledig verwoest.
Het Verbond van Verzekeraars Nederland stelt vanaf morgen vroeg een gezamenlijk telefoonnummer open waar gedupeerden van de explosie in Enschede schade kunnen melden. En dat nummer is 055-577-5050. En het Nationaal Rampenfonds heeft de explosies in Enschede tot nationale ramp verklaard. En daarom gaat maandagochtend het Giro-nummer 777 open. En tot zover op dit moment onze berichtgeving over de ramp in Enschede. Nu nog kort ander nieuws. De gezondheid van prins Bernhard lijkt iets vooruit te gaan. Volgens het medisch team dat over de prins waakt, wordt deze lichte verbetering door kleine signalen zichtbaar. De prins haalt weer zelfstandig adem, maar heeft nog wel ondersteuning nodig voor zijn bloeddruk. Na een spoedoperatie aan zijn dunne darm kreeg de prins afgelopen donderdag een beroerte. Morgen wordt hij opnieuw onderzocht en dan kan duidelijk worden wat de lichamelijke gevolgen zijn. Herstel zal volgens doktoren geruime tijd duren. Bernhard kreeg vandaag bezoek van zijn kleinzoon, kroonprins Willem-Alexander. Onbekend is of dat al heeft plaatsgevonden. Opnieuw zijn er in Den Haag twee mannen geliquideerd. Vanochtend vroeg werden de stoffelijke overschotten door voorbijgangers aangetroffen. De lichamen lagen in een auto op een parkeerterrein in het Haagse Loosduinen en zijn met een schot door het hoofd om het leven gebracht. Het is niet duidelijk of deze moord verband houdt met de drievoudige moord in Scheveningen 2 weken geleden. De provincie Friesland overweegt de gedoogvergunning van chemisch afvalverwerker ATF in Drachten in te trekken. Ze laten hun beslissing afhangen van het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het RIVM. Dit rapport verschijnt morgen. Bij het bedrijf AFT brak vrijdagochtend brand uit. Daarbij kwamen dioxine en PCB's vrij, zeer giftige chemische stoffen. De boerenbedrijven in de directe omgeving hebben hierdoor zware schade geleden. In het dichtbevolkte Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn vandaag verkiezingen gehouden. Uit de eerste uitslagen blijkt dat de SPD iets verliest, maar met 44% van de stemmen toch de grootste partij blijft. Coalitiegenoot De Groene heeft ook een klein verlies geleden. Al sinds 1995 wordt Noord-Rijnland-Westfalen geregeerd door de SPD en De Groene, dezelfde coalitie die ook de Duitse regering vormt. De deelstaatverkiezingen vandaag zijn een belangrijke peiling voor zowel SPD-bondskanselier Schröder als de door schandalen geteisterde CDU. Ten slotte het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met temperaturen van 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Dit was het voor nu. Op dit net volgt nu een extra uitzending van 2 Vandaag over de ramp in Enschede. Ook het Jeugdjournaal heeft een extra uitzending, straks om 6:55 op Nederland 3. En wij zijn om 8:00 weer terug op de netten 1 en 2. Goedenavond. Ja, u bent welkom bij deze inderdaad extra uitzending van 2 Vandaag over de explosie in een vuurwerkopslag in Enschede. Asbest vrijgekomen bij ramp in Enschede. Bewoners woedend over opslag vuurwerk. En verslagenheid en ontreddering voelbaar in Enschede 1 dag na de ramp. Ja, u weet het inmiddels, tientallen doden en honderden gewonden zijn er te betreuren bij de explosie in een vuurwerkopslagplaats in Enschede. De wijk in het noorden van de stad ziet eruit als een oorlogsgebied. Ingestorte huizen en totaal uitgebrande auto's markeren de smeulende puinhopen van wat eens een levendige volkswijk was. Marjan Molenaar, onze verslaggever, staat in Enschede en van haar krijgen we het laatste nieuws. Marjan, ja, wat kun je melden over de laatste cijfers? Dan praat je over doden, gewonden, vermisten. Nou Victor, op het ogenblik zijn de laatste cijfers zo. Er zijn 14 doden officieel geteld, 562 gewonden, ongelooflijke aantallen, en 400 vermisten. Ja. Wordt er nou nog rekening mee gehouden dat er ook nog slachtoffers levend onder het puin vandaan zullen komen? Ja, het lijkt ongelooflijk met die hitteontwikkeling die daar aan de gang is geweest. Maar er zijn nog afgelopen nacht in ieder geval klopsignalen gehoord. En vanochtend begreep ik van de lokale burgemeester dat ook de brandweer het niet onmogelijk acht dat er nog zo'n wondertje te zien valt en te beleven valt hier. Maar vandaag hebben we het dus nog niet kunnen meemaken. Ja, nou is er ook dat asbestverhaal. Dat asbest is vrijgekomen, dat is kankerverwekkend. Hoe gaan de hulpverleners hiermee om?
Ja, er was vandaag berichten dat er waarschijnlijk asbest in een paar noordelijke wijken in Enschede vrij is gekomen. En toen we vanmiddag aan het filmen waren, zagen we ook nog hulpverleningsteams, de politie en leger met mondkapjes op de wijken ingaan. Maar inmiddels wordt hier in het stadhuis achter mij gezegd, is het ergste gevaar geweken, valt het wel mee met die asbest. Maar ja, voor de inwoners van Enschede is natuurlijk vooral die schok enorm. De hele dag door brandde het nog in de getroffen wijk. Alleen politie en leger mochten de straten in. Voor alle anderen was het wachten en de dag van gisteren steeds weer opnieuw beleven. We stonden naast de auto en toen zagen we een enorme vuurbal. Ja, zover je kijken kon was vuur. En toen kwam die hevige regen van stenen en stukken metaal. En toen zijn we onder de auto gaan liggen. Want het kletste gewoon op straat. Het was allemaal glas. Hoe lang duurde dat? Ja, dat was misschien een fractie van 15 seconden was alles voorbij. En toen? Toen was het gewoon donker op straat. Je kon niks meer zien. En mensen werden bijna omvergereden door auto's die allemaal wegvlogen waar de ruiten uit waren. En schreeuwen en huilende mensen en kinderen. De schok is groot. Naast de doden en de honderden gewonden is ook de schade enorm. Hier de Grolsfabriek. Maar ook veel andere bedrijven zijn getroffen, zoals dat van aannemer Hofstee. Dat er een vuurwerkfabriek vlakbij zijn bedrijfspand stond, wist hij niet. Nooit geweten. Hoe lang woont u hier al? Ik ben hier geboren in Enschede. Ik ben 51 jaar, dus ik... U wist dat niet van die fabriek? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, ik denk dat onder de dekmantel is gehouden, dat er weinig rugbaarheid aan is gegeven. Omdat men misschien het gevaar wel heeft onderkend. Aan de rand van het centrum is de Diekmanhal, waar geëvacueerden worden opgevangen. Hier hangen ook lijsten met namen van vermisten. Het is een plek waar veel emoties naar boven komen. Een aantal mensen zijn werkelijk alles kwijtgeraakt. En dat hebben sommige inwoners van de stad in hun oren geknoopt. Ik heb gebeld met de politie. En dan kreeg ik iemand van de inlichtingendienst, zeg maar. Die zeggen echt van alles is welkom. Dus kleertjes, kinderkleertjes. Heel veel schoentjes hebben we nog wel. Wat heeft u gedaan? Gewoon uw huis doorzocht? Ja, ja. We hebben net alles gesorteerd op de grote plein voor de kinderen. Dus alles gewassen, dus het komt goed uit, hè? Het komt echt goed uit. Ik heb een beetje. Ook minister Borst van Volksgezondheid kwam naar de Diekmanhal om zich te laten informeren over de situatie. Meneer Steenhokker van deze hal, het is echt een tragedie. Ik heb met een paar mensen gesproken die familieleden kwijt zijn. En die hopen dat ze nog levend weer ze zullen ontmoeten. Maar de angst, en die het misschien terecht is, dat die mensen gewoon dood van de baan. Dus dat is echt verschrikkelijk. Er is één vrouw die heeft en haar beide ouders, en haar zuster, en twee van haar kinderen. Die misschien allemaal dood zijn. Dit is de wijk waar de ramp zich heeft voltrokken. Zeker 400 woningen zijn verloren, meer dan 1000 ernstig beschadigd. Het hart is weggevaagd. Ja, dat is over Marjan Molenaar en u zag het. Honderden mensen zijn door de explosie dakloos geworden. Ze hebben het afgelopen nacht doorgebracht bij familie of in die sporthallen die je ook al te zien hebt gekregen. En die zijn ingericht voor noodopvang. Nico van den Bergen en Simone Lamin maakten de volgende reportage over de verbijstering na de ramp. En met name de woede ook van de bewoners over de locatie van de vuurwerkopslagplaats. Vanmorgen vroeg 4:00. Ook ruim 13 uur na de fatale knal ontploft er nog steeds vuurwerk in Enschede. Ik wil helemaal niks toevoegen. Ik ben veel te kwaad om het te vuur te geven. Kijk, als iemand zoiets in een woonwijk toelaat, en dat moet elk jaar moet dat gekeurd worden, elk jaar moet je daar toestemming voor geven. En die man die weet dus wat daar eigenlijk gaande was. En dat de gros van de bevolking niet weet dat daar een bunker is.
Nou ja, die man die moet zich niet meer onder de bevolking begeven. Gisteravond reden ambulances af en aan. Met tientallen tegelijk. In het begin was ik gewoon helemaal alleen. En ik ben gewoon naar huis ingerend. Ik heb een handdoek uit de kast getrokken, wat ik maar kon vinden. En ik zag overal mensen met bloed, glassplinters. Die gevallen waren, ik denk gewoon van iedereen die ik tegenkom, met bloed. Die douw ik een handdoek in handen. Gewoon dat ze dus een beetje kunnen controleren. Al die kleine kindertjes op de stoep van mama, mama, papa, papa. En dan is gewoon een kop gewoon echt in mijn kat open liggen. En ik denk, help me, help me, help me, help me. Ik kan ook niet meer doen dat ik dat kan. Tja. De hele nacht ging het bluswerk door. Terwijl andere hulpverleners naar overlevenden zochten. Ik hoop nooit dat jullie dat meemaken, want dat is gewoon... Als je dat allemaal weer ziet. Hè. Je zag alleen maar een hoofd met bloed erop. Je herkende de mensen niet meer. Nee? Hè? Nee. Je zat vol onder het bloed. Ja, wie is dit en wie is dat? Ik heb opnames gezien op televisie van straten die echt in puin lagen, alsof er een bombardement is geweest. Ja, dat klopt. Dat komt dus door die tweede knal. Echt, maar... Gelijk het eerste blok, die lag in elkaar. En heb je de straten gezien, die huizen? Ik heb de straten gezien, want ik kom er zelf ook weg. En wat ik dus nu ook op de beelden heb gezien, dat is echt van muren zijn in elkaar gezakt. Maar ik denk dat het meer komt door de brand die er is geweest. Ja, ja, ja. Dat was toen in het begin nog niet zo. Nee, want in het begin kon je nog lopen. Je kon in ieder geval nog herkennen dat het huizen waren. Hm. Maar wat ik nu heb gezien is echt helemaal kapot. Wisten jullie nou dat daar die fabriek was? Nee. Hebben wij ook nooit geweten zolang we daar wonen. We wonen nu ongeveer een kleine 5-6 jaar wonen we daar. We hebben altijd gedacht van, er zit een papierfabriek die dus het afvalpapier verwerkt. Die maakt er dus balen van, gaat met een vrachtwagen weg naar het havengebied. Dat was eigenlijk één ding wat wij zagen. We hebben nooit geweten dat dus bunkers achter die muur zaten. En dan nu naar een gast in de studio hier, de heer Van der Velde. Hij is traumatoloog bij het Instituut voor Psychotrauma. Meneer Van der Velde, we zijn ruim 24 uur verder na de ramp. Is de eerste schok nu voorbij voor de mensen die de dupe zijn? Ja, misschien voor sommigen wel. Ik denk dat voor de meeste mensen geldt dat de verbijstering, het ongeloof, het verdriet, de pijn, de angst nog wel even zal voortduren. Ja. Dus het is zeker niet voorbij. De ramp is nog maar één dag oud. Dat is heel jong. Het lijkt me zo moeilijk om te generaliseren. Want iedereen heeft in een hele verschillende situatie dit meegemaakt. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, ik denk dat het goed is dat u die diversiteit daarop wijst. Je hebt de mensen die het hebben gezien. Van als ze het hebben zien gebeuren. Je hebt mensen die gewond zijn geraakt. Mensen die zeer ernstig gewond zijn geraakt. Daar de familieleden weer van. Er zijn mensen omgekomen. Dus er zijn nabestaanden. De hulpverleners zelf, die van dichtbij veel hebben gezien, veel hebben gedaan. En is het dus mogelijk om in zo'n situatie te zeggen, er is een soort algemeen, tussen aanhalingstekens, recept voor deze mensen. Dit moet je nu gaan doen. Er zijn een paar hele algemene zaken waar je aan moet denken. Wat voor deze mensen, voor al die mensen bij betrokken zijn, dus ook de hulpverleners, maar ook de mensen van het bedrijf zelf, die moeten we zeker niet vergeten. En ook de kinderen die erbij waren. Wat van belang is dat mensen de ruimte krijgen en de tijd krijgen om hun verhaal te doen. Op diverse plekken. En het tweede wat heel erg belangrijk is, dat mensen in zekere zin worden ontzien. Dit is een hele drukke tijd. Geestelijke arbeid is net zo vermoeiend als lichamelijke arbeid. En zo'n ramp verwerken is heel veel, heel energierijk eigenlijk. Dat vergt veel van je. Dus op gezette tijden rust proberen te nemen. Dat is een heel belangrijk medicijn tussen aanhalingstekens. Maar er zijn ook heel veel mensen die geen plek meer hebben waar ze naartoe kunnen. Is dat ook niet een extra dimensie? Dat is precies de diversiteit. Mensen die... Normaal, als er iets gebeurt, dan is het prettig om naar huis toe te gaan. Daar zijn je vrienden, je familie, daar kun je je verhaal kwijt. Voor ongeveer 400 gezinnen geldt dat niet. Die zitten of in een opvangcentrum waar het heel erg druk is. Maar natuurlijk wel gelijkgestemden zitten, maar het is wel erg druk. Maar of in een hotel, dus ja, dat is heel anders. U zegt, ze moeten hun verhaal kwijt. Je hoort ook heel vaak naar dit soort traumatiserende situaties dat mensen er niet zelf mee komen. Wat betekent dat dus voor de hulpverleners? Dat betekent voor de hulpverleners en met name voor de eerste lijn, zeg maar de huisartsen, dat ze naar ons idee zeker het eerste jaar natuurlijk hun normale medische zorg moeten geven. Maar veel belangrijker dat ze gedurende het eerste jaar, misschien wel langer, deze mensen actief blijven volgen. Dus zelf het initiatief nemen om contact te onderhouden met de patiënt. Dus niet wachten tot iemand in die spreekkamer komt. Ja.
En misschien was een van de lessen van de rampen in het verleden, is dat de medische circuit, de huisarts, alle zorg geven die natuurlijk nodig is, maar dat misschien één punt kan verbeteren, is dat ze zelf, zeker na dit soort rampen, actiever zijn in het benaderen van mensen en met name het volgen van mensen in het komende jaar, soms nog langer. Ja. U zei net toen wij even naar de beelden keken, ik zie zo weinig beelden van kinderen, begrijpelijk, want ouders willen ze misschien buiten die belangstelling houden, maar moeten we kinderen alsnog een extra kwetsbare groep zien in deze? Het is in ieder geval een groep die net zo hard aandacht nodig heeft. Kinderen zijn in wezen heel sterk, maar kinderen hebben extra aandacht nodig. Je kunt heel snel bij kinderen zien of ze erdoor geraakt zijn. Je ziet er bijvoorbeeld dat kinderen, zeker zijn terugvallen in gedrag. Ze gaan weer in bed plassen. Ja. Ze hangen wat sterker aan de rokken van de moeder. Dat zijn allemaal gedragingen die je bij kinderen de komende weken, maanden kunt verwachten. Die vraag houdt natuurlijk velen bezig. Maar is er nou een wezenlijk verschil tussen de Bijlmer-ramp, alweer meer dan 10 jaar geleden, en deze ramp? De toekomst moet het uitwijzen. Er zijn denk ik wel een aantal verschillen. Het eerste is dat een hele grote woonwijk is getroffen. Er zijn heel veel mensen acuut zonder huis gekomen. Ik denk dat niemand verwacht in een willekeurige buurt waar dingen worden opgeslagen, dat daar opeens zo'n explosie plaatsvindt. En van luchtverkeer weten we dat daar af en toe, dat is heel triest, daarvan weten we, af en toe gaat het mis. Ja. Maar in je eigen woonwijk, waar helemaal geen vliegvelden zijn, verwacht je dat veel minder. En daar was het nog een geïsoleerde flat, hoe verschrikkelijk ook. Verschrikkelijk. Hier zien we dat hele infrastructuur. Ja, ja. Ik denk dat op alle mogelijke vlakken die deze woonwijk letterlijk en figuurlijk in puin ligt. Hoe lang kunnen deze mensen nog last hebben van de ramp? Sommige mensen. We, op basis van onze ervaring met andere rampen en wat we uit onderzoek en hulpverleningen weten, is dat tussen de 10% en 30% van de mensen langdurig last blijft houden van wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt. Maar er zijn therapieën. Als het gaat over mensen die heel erg lang er last van blijven houden, dan is daar therapie voor. En die zijn op het algemeen vrij succesvol. Je kunt mensen heel goed behandelen voor hun verwerkingsstoornis, zoals we dat noemen. Maar daar is het in deze fase van de ramp, het is nog maar een dag oud, eigenlijk nog te vroeg voor om daar nu al over therapie te spreken. Hoe navrant het ook klinkt, we hebben ook op dit moment internet. Hè? Ja. U hebt een site morgen om 12 uur geopend. Wat kunnen mensen daar vinden? Op onze site van het IVP, ivp.nl, staat informatie voor slachtoffers met tips erbij waar je wat in hebt om het jezelf iets gemakkelijker te maken. Daar staat informatie voor huisartsen, voor hulpverleners en andere betrokkenen eigenlijk. Hartelijk dank, meneer Van der Velde. Graag gedaan. Vandaag blijkt er overigens dat er in Enschede nog zo'n opslagplaats ligt voor vuurwerk. En daar ligt soms wel tot 3 keer zoveel vuurwerk als in de gisteren geëxplodeerde opslag. Volgens de eigenaar is zijn bedrijf absoluut veilig, maar de buurtbewoners die denken daar sinds gisteren heel anders over. Hoe ver hier vandaan zijn nou de eerste huizen te vinden? Nou, voorbij die den, of wat is dat? Voorbij die den heb je een woning. Ja, dat kun je zo niet zien. Die zit achter dat bedrijf verscholen, maar daar zit een bedrijfswoning. En dan heb je hier... Karel Haarman, directeur van het gelijknamige vuurwerkbedrijf. Nog een loods dus, vol explosief materiaal, niet in het centrum, maar aan de rand van Enschede. Zijn bedrijf is niet echt gevestigd in een woonwijk, maar er wel heel dichtbij. Die blauwe auto wat u daar ziet, rechts daarvan is het woonwagencentrum. Dat is wel heel dichtbij, hè? Dus, helemaal breed, ik ga een meter of 70 waar de wagens of de woningen beginnen. Dus dat is... Veilig genoeg qua afstand? De veiligheidsafstand hier is 7 meter van het gebouw. De bewoners van het nabijgelegen woonwagenkamp zijn ongerust. Vannacht hebben ze niet geslapen. Uit angst dat ook deze opslagplaats de lucht in zou vliegen. De inspecteur die zit op televisie en die zegt van... Ja, maar verder in Nederland ligt er niet een... depot wat in een woonwijk ligt. Nee, nou ja, toen nee. Heb ik me zo kwaad gemaakt. Ik denk, nou ja, dan zijn wij gewoon beesten. Ja, maar jij bent een woonwagenbewoner. Dan zijn wij beesten. Ja. Hoeveel mensen wonen er nou in de directe omgeving hier? Heel veel. Die zijn niet te tellen. Die zijn niet te tellen. Als je alleen al bekijkt dat hier op woonwagencentrum op 60 wagens staan, waar ongeveer minimaal toch 2 mensen wonen, dan heb je hier achter een buurt, ja, minimaal. Ja. Heb je hierachter heb je een buurt Dolphia. Nou, dat is zeker net zo groot als die buurt daar. Je hebt daarachter heb je het Velva. Je hebt daarachter heb je Sokkos. Je hebt hier zoveel buurt. Als dit ontploft, dat is 5 keer zo groot dan wat nu gisteren is ontploft. Als dat ontploft, dan is alles hier weg. Dan denk ik dat zelfs Duitsland er een graantje van mee kan pikken. Als dit ontploft.
Dit moet gewoon weg. Als bij iemand een bedrijf een gastank ontploft, ja, dan word je ook bang. Dat is logisch. Dat is, je denkt, goh, wat is bij mij in de wijk? Hè? Een tankstation met gas is ook gevaarlijk. Dus ik begrijp dat wel. Vandaag verzamelen de buurtbewoners zich voor de poorten van Haarmans bedrijf. Ja, ik kan het weten, want ik denk... Wat gebeurt er? Jij bent aan het werk, wat doe je dan? Maar ik hier doe, als hier brand breekt, gaat de deur dicht en gaat de sprinkler aan. En blijf jij daar binnen staan? Nee. Wat doe je zo als die mensen als gisteren? Nee. Dat bedrijf wat er gisteren was, dat zit nog veel langer als Haarman. Maar jij ook wel eens dat gaat niet persoonlijk op jou, maar die mensen waren ook aan het werk. Wat hebben ze gedaan, die mensen, nu er gebeurde? Ja. Die leven nou nooit, die zijn op de loop gegaan. Ja, dus jij doet die poort dicht en jij blijft daar binnen staan. Ik begrijp de reactie, die kan ik me heel goed voorstellen, ja, tuurlijk. Alleen de situatie hier is niet te vergelijken met de situatie die daar is. Want? Wij slaan hoofdzakelijk consumentenvuurwerk op. En hun hoofdzakelijk dus professioneel vuurwerk. En daar zit gewoon een heel aanzienlijk groot verschil tussen. Maar ik heb wel begrepen dat hier aanzienlijk meer ligt dan er daar lag. Alleen, dit is aanzienlijk meer consumentenvuurwerk. Maar maakt het uit qua explosiegevaar? Ja, uiteraard. Kijk, als je neemt het verschil tussen 100 kilo krijt en je het verschil tussen 20 kilo krijt. En dan maar een 100 ton. Dat is het verschil. In dit soort bunkerachtige ruimtes lag ook bij het ontplofte bedrijf het vuurwerk opgeslagen. Met dit vuurwerk is zo'n explosie niet mogelijk. Dat is uitvoerig getest. Wereldwijd wordt er getest. Anders mag je het vuurwerk namelijk niet voeren als het zo explosief zou zijn. Heb je zeer speciale voertuigen nodig. Je kunt niet zomaar in containers vervoeren. Nou, dat hoeft allemaal niet. Dus getest, dat is veilig. Maar wat wilt u hiermee zeggen dan? Dat er wellicht vuurwerk lag wat er niet hoorde te liggen? Dat zou kunnen. Er zou kunnen zijn dat het heel op het defect vuurwerk was waar kruid uitkomt. Kijk, als ik met deze flowbeds zou gooien of smijten en de bodem gaat kapot, komt het kruid eruit. En als er bij een heleboel flowbeds gebeurt, dan heb ik schade. Dan heb ik veel loskruid. En loskruid is levensgevaarlijk. Hoe strikt zijn de regels als het gaat om het opslaan van vuurwerk in Nederland? De regels zijn geregeld in de wet milieubeheer en zijn redelijk strikt. Redelijk? En als je aan alle eisen voldoet, kan dit niet gebeuren. Maar dat betekent dus dat SA Fireworks niet aan alle eisen voldoet. Dat zijn uw woorden. Het zou ook iets van buitenaf kunnen zijn geweest. Dat weten we nu niet. Hè. Dat zal uit onderzoek moeten blijken. Hoe het erop ligt, er is gisteren een menselijke fout gemaakt, ja, zeggen tuurlijk. Ze. Ja, nou, een mens kan een fout maken, dus dat kan hier ook gebeuren. Ja, en opgeteld zijn er in totaal in Nederland 13 opslagplaatsen voor vuurwerk. En dit was een reportage van Tenko van der Hee. En wij gaan weer terug naar Enschede, want daar is nog altijd voor ons ter plekke Marjan Molenaar. En deze keer met aan haar zijde dokter A. van Walsum. Hij is traumachirurg in het Medisch Spectrum Twente. Inderdaad, Victor. En dat vraag is natuurlijk aan dokter van Walsum. Want hij heeft vannacht geopereerd aan een aantal mensen. Een van die vele artsen die zich daarvoor heeft ingezet. De vraag is, wat gebeurt er met een ziekenhuis als er zo'n ramp ontstaat? Nou, in ons geval waren wij al ruim bezig op de operatiekamer. Wij waren op dat moment van de ramp, waar wij met twee OK-teams al op de OK aanwezig. Maar voor het gewone werk? Voor het gewone werk. En toen kwam eigenlijk heel officieus de melding binnen van een anesthesieassistente die toevallig in de stad was. En die kwam met zo'n dermate reële melding binnen dat wij wel 200 patiënten konden verwachten. Dat meteen vanaf dat moment de hele rampenprocedure in werking is gesteld. Wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan in werking gesteld? Ja, dan is er dus een hele rampenplanboek wordt er dan in werking gesteld. Er worden allerlei mensen worden meteen gebeld, allerlei instanties worden op de hoogte gesteld, ruimtes worden aangewezen. En dat is een heel draaiboek is ervoor. Maar wat het toch in praktijk uitwijst, dat ondanks het draaiboek, dat de meeste mensen komen gewoon ogenblikkelijk spontaan, zonder dat ze gebeld zijn naar het ziekenhuis. Want de telefoon werkt niet meer, de mobiele telefoon doet niet meer. Maar wat we gewoon merkten, en dat is heel aardig om op te merken, dat van alle geledingen in het ziekenhuis, of het nou secretaresses zijn, telefonistes, co-assistenten, SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, secretaresse, iedereen komt gewoon spontaan naar het ziekenhuis. Dus de bemensing is helemaal geen probleem eigenlijk. Hoeveel mensen heeft u zelf geholpen? Ik schat we hebben een heleboel, als chirurg zie je een heleboel mensen op de eerste hulp, maar operatief zijn er acuut, ik dacht 16, 17 patiënten direct geholpen. Maar niet alleen door mij natuurlijk, maar dat zijn neurochirurgen zijn aan het werk geweest, plastische chirurgen, chirurgische, zijn veel operatiepatiënten geweest, meteen acuut en ook uitgesteld.
Wat is er nou specifiek aan de wonden die ze hebben opgelopen na zo'n ramp, zo'n ontploffing? Ja, het is zoals iedereen weet een enorme explosie geweest. Dus de meeste patiënten die wij gezien hebben, dat zijn patiënten geweest die met name gewond zijn geraakt door rondslingerend glas, betonblokken. En wat opvallend is bij dit soort rampen, hebben we nu gezien dat mensen heel veel letsels hebben opgelopen doordat ze afgeweerd hebben. Er zijn heel veel letsels ontstaan, handletsels, onderarmletsel, onderarmfracturen, open fracturen, hoofdletsels. En dat is één ding, door echt afweren. En ook dat door de grote ontploffing, dat mensen direct zware betonblokken en dergelijke tegen zich aangeslingerd hebben. Of dat zij zelf ergens tegen aangeslingerd zijn. Dus dat heeft veel letsels opgeleverd. En dat was een heel ander soort letsels. En dat leverde met name borstletsel op, dus ribfracturen, longkneuzingen en inwendige bloedingen. En dat waren ook de meest acute patiënten. Dat waren de mensen met inwendige bloedingen, mild rupturen, mild letsels hebben we er een aantal van gezien. Wat doet het met u als arts als u zo'n stroom aan gewonden ziet binnenkomen? Primair moet ik zeggen, daar ben je toch heel technisch bezig. Dat klinkt misschien gek, maar zo is het wel. Gaat maar door. Ja, het gaat door en je probeert, wat heel belangrijk is, natuurlijk een prioriteit te stellen van welke patiënt het eerste de meest acute zorg nodig heeft. En dat doen we niet alleen wij, maar dat is met name de mensen op straat die prioriteit bepalen. En wat mij opviel, dat op straat door ambulancepersoneel en ook anesthesisten van ons ziekenhuis die daar direct naartoe zijn gegaan, dat blijkbaar heel nauwkeurig gebeurd is. Want de eerste slachtoffers die we binnenkregen waren allemaal de meest ernstige gewonden. En dus die konden heel snel geholpen worden, omdat de hele OK-complex op dat moment leeg stond en bemand is. Dus binnen 5 minuten waren de 5, 6 OK's volledig aan het werk. Dus U was maar aan het werk, u ging maar door. U heeft nu even tijd om adem te halen. Komt dat dan weer allemaal op u af? Ja, ik bedoel, in eerste instantie ben je dus technisch bezig. En inderdaad, als je later de televisiebeelden ziet, de reacties van mensen, als je echt met patiënten praat, waar je in het begin geen tijd voor hebt, kijk, dan komt het op je af. Maar primair, nee, ben je heel technisch bezig met z'n allen. En de reactie wat dat betreft komt later, denk ik. Moet misschien nog komen. Ja, wie weet. Ja. Heel hartelijk dank. U en uw collega's heel veel sterkte met wat er misschien nog gaat komen. Ik zou zeggen tot zover Enschede. Ja, en hier in de studio toch nog steeds dokter Van der Velde van het Instituut voor Psychotrauma. Ik wou met u toch nog even ook over de hulpverleners praten. Agenten die gisteren direct naar de ramp toestroomden, die zijn vandaag opnieuw teruggegaan naar die plek. Heeft er nou een bepaalde bedoeling achter gezeten? Ik neem aan van wel. Je kunt het een beetje plaatsen tegen wat er gebeurd is heel snel gebeurd. En op een hele grote schaal. Er zijn 400 woningen verwoest. Op dat moment, in die minuten, kun je nooit alles overzien. Nooit goed reconstrueren wat er allemaal is gebeurd. Ja. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Iedereen heeft maar een klein fragmentje gezien. Iedereen heeft maar een klein fragmentje gezien van datgene waar je op dat moment mee bezig was. En wat je vaak bij hulpverleners ziet, is dat ze in de dagen erna de tijd gebruiken om maar weer eens rond te lopen. Eens kijken hoe zat dit in elkaar. Hoe stonden we daar? Hebben we daar gedaan? Die willen dat beeld compleet hebben. Die willen dat beeld compleet hebben, ja. Die brandweerlieden die een aantal collega's hebben verloren, daar ligt de zaak nog veel ernstiger natuurlijk. Wat moet je in dat geval doen? Daar geldt eigenlijk hetzelfde. Als ik kijk naar andere rampen waarbij brandweermannen zijn omgekomen, daar zie je dat hetzelfde gebeurt. Dat brandweermannen de behoefte hebben om afgezonderd, geen pers erbij, rustig het terrein kunnen betreden of de plek waar het gebeurd is. Om zich een voorstelling te kunnen maken van wat daar gebeurd is en met name met hun collega. En vaak zit er ook nog wel bij, het is ook een stapje van het afscheid nemen van iemand die er niet meer is. Ja. Nou, het afscheid nemen van iemand die er niet meer is, dat gaat altijd een stapje. Dat doe je niet van vandaag op morgen en ook niet vandaag en een week. We moeten ons wel realiseren dat we nu in feite in een periode van rouw zitten. Over een aantal dagen zal een crematie, begrafenis plaatsvinden. Nou, en iedereen leeft daar waarschijnlijk op dit moment naartoe. En men heeft nog heel veel te doen met de verzekering. Dat komt straks allemaal op gang. Ja. Straks is alles achter de rug. Heb je het idee dat dan de klap bij veel mensen pas echt wel komen? Ja, ik denk dat de rap is nog maar een dag oud. De komende weken zullen mensen heel veel dingen moeten doen, moeten regelen. Het huis, alles wat eraan vastzit.
En eigenlijk zie je dat wanneer al die primaire voorwaarden, huis, eten, slaap en dergelijke, wanneer die zijn geregeld, dan zie je meestal dat er een klap terugkomt. En die klap terug houdt in dat mensen opeens het gevoel hebben dat ze ontzettend moe zijn, dat ze niet meer vooruit kunnen komen, dat alles door hun handen heen glipt, dat ze niet goed meer functioneren. Concentratie weg. En dat is eigenlijk iets wat je pas na een aantal weken, wanneer een aantal primaire dingen, eten, huisvesting en dergelijke zijn geregeld. Dus het is een ramp met een hele lange nasleep. Het is niet binnen een maand voorbij. Goed, nogmaals hartelijk dank. Ja, en wij gaan ook langzaam afsluiten. De explosie in Enschede is een van de grootste naoorlogse rampen. Die conclusie lijkt heel erg logisch. Nieuwsrubriek uit binnen- en buitenland die besteden aandacht aan de tragedie. En kijkt u daarom nog maar eens naar dit overzicht van Jeroen Snel. Netherlands for those missing after a huge fireworks explosion. Rescue teams are using sniffer dogs to search the devastated area. Knapp 20 Stunden nach der riesigen Explosion im niederländischen Enschede wird allmählich das ganze Ausmaß erkennbar. An investigation to find out the cause of the blast and why a warehouse with 100 tons of fireworks was located in a residential area. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch immer unklar. But the people here are expecting not just sympathy, but also a thorough investigation of how this happened. Angus Roxburgh, BBC News, Enschede. Yeah. Het lijkt wel een oorlogsgebied op dit moment. Wij wonen zelf op de Nachtgalstraat, precies 50 meter van het rampgebied af. En ja, gelukkig ligt mijn ouders nog maar onder bekenden. Daar zijn we heel veel kwijtgeraakt. Voor mij was het alleen belangrijk om mijn man en mijn kleinste te vinden. En die heb ik dus gelukkig gevonden. Dus de grootste waarde wat ik bezit heb ik terug. Ik ben nog over een dood persoon ingevallen. Maar heel veel gewonden. Was een jongetje, de arm er was eraf en zo. Via de Bonnekamp Singel gereden. Het grijpt je naar de keel. Het grijpt je naar de keel als je dat allemaal ziet. We hebben intussen een nieuwe amateurvideo gekregen. De opnames zijn gemaakt vanuit een woning, enkele honderden meters van de plaats van de explosie. Ja, de explosie in Enschede is zojuist tot nationale ramp verklaard. Het Giro nummer 777 is dus vanaf morgen open, ook voor uw gift. Morgen in Twee Vandaag opnieuw volop aandacht voor de ramp in Enschede. Meer nieuws daarover is vanavond te zien bij onze collega's van het NOS Journaal en Netwerk.